mag alles. En muziek is eigenlijk ook een kunstvorm. Dus mag in muziek nou ook alles? Tot hoever mag je eigenlijk gaan binnen het begrip muzikale vrijheid? En tot wanneer wordt dat nou eigenlijk gewaardeerd? Luister je wel eens muziek? Ja, nu. Oké, en vind je wel eens dat er bepaalde teksten en nummers zijn waarvan je denkt dat het is te heftig? Ja. En welke? Vooral voor de jeugd. Voor de jeugd. Ja, we moeten verstandig zijn, toch? Ja. De teksten zijn soms nog wel heftig, denk ik. Hey, vinden jullie wel eens dat je muziek hoort en dan je denkt, oeh, dit kan niet, dit gaat te ver? Ja, soms wel. En wat dan bijvoorbeeld? Ja, zo, ik weet niet een voorbeeld, maar soms denk ik wel, dit kan eigenlijk echt niet wat ze nu zeggen. Maar zelf heb ik daar maakt niet zo heel veel uit. Luisteren jullie wel eens muziek waarvan je denkt, oeh, kan dit eigenlijk wel? Ja, naar Fabiola. Fabiola, en waarom? Nou, ze ziet er gewoon sletterig uit en zo, dus daarom. Ja, er zijn vaak rappers of mensen die denken dat ze heel goed kunnen rappen, die teksten hebben waar je denkt van, ah, de muziek is aardig, maar de tekst is wat minder. Maar de nummers die ze maakt, wat vind je daar dan van? Ja, ze doet heel kinderachtig en ze denkt dat ze iedereen kant is, maar dat is niet zo. En denk je dat er ook iets achter zit voor haar, dat ze een standpunt wil brengen? Of? Ik denk eigenlijk gewoon heel onzeker. En dat ze daarom dus zo doet? Ja. Een artiest die het afgelopen jaar een aantal opvallende nummers heeft uitgebracht, is Merel. Een van de hoogtepunten die ze op Valentijnsdag heeft uitgebracht is Hou Je Back en Bef Me. Hier kreeg ze heel erg veel kritiek over. Maar zelf zegt ze het volgende over dit nummer. Hou je back en bef me. Hou je back en bef me. Het doel van een liedje is gewoon een liedje maken en hopen dat zoveel mogelijk mensen het horen en het leuk vinden. Dat is zeg maar even aan de oppervlakte. Maar het geheime doel is meer mensen dat beffen een normaler woord wordt. Toen ze dat zei van nou dat hou je back en bef me, dat ga ik doen. Dan dacht ik, oh nee, doe dat dan niet. Je weet toch niet wat je over jezelf afroept en zo. Ga ze dan niet op straat aan je zitten, is het geen vrijbrief? Toen zei ik ook, mam, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Echt niet. Maar ik kreeg ook heel veel reactie van, hou je bek en pijp me kan niet. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, maar die liedjes hebben we toch al heel erg veel. Mm-hmm. Is dat waar? Kan dat niet meer? Nee, ik denk ook dat niet kan. Tenminste, ik zou het niemand aanraden om dat nu uit te brengen. Nee, maar ook omdat, tenminste, dat is wat ik wel denk. Dat dit nummer was misschien even nodig, zodat het even dat de balans weer een beetje er is of zo. Omdat er zijn al zoveel nummers gemaakt. Vanuit een mannelijk perspectief. Vanuit en, het, ja. En een soort trots over mannelijke seksualiteit en zo. Ja. Het is te zeggen, hier in België zijn er sommige radiostations die hebben besloten om jouw nummer niet te draaien. Echt, ook van waartoe zet ik aan met dit liedje? Tot beffen, nou dat is alleen maar supergoed. Maar wat vindt men er eigenlijk van dat expliciete onderwerpen ter sprake komen in muziek? Is het niet nodig of is het juist heel goed dat dit ook benoemd wordt? Ken je Merel? 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 Nee. Van Hou Je Back en Bef Me? Oh ja, ik heb dat op de radio gehoord een keertje. Ja, dat is toch wel wat pittig, hè? Ja, zeg jij. Hey, kennen jullie ook Merel? Nee. Van dat nummer Hou Je Back en Bef Me? Ja, die wel. Wat vind je daarvan? Ja, ordinair. En waarom ordinair? Ik weet niet. Je zegt toch niet in een videoclip Hou Je Back en Bef Me? I'm not very comfortable with it, especially if there are kids around. Oké. Okay. But when there are no kids around, it doesn't bother me that much. Bijvoorbeeld een Merel. Wat vind je daarvan? Ken je het nummer van Hou Je Back en Bef Me? Ja, die ken ik. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het wel grappig. Ik kan er wel humor van vinden. Ik vind het niet heftig. Hou Je Back en Bef Me, heb je daar wel eens van gehoord? Zeker. Wat vinden jullie daarvan? Iets anders. Ja. Iets anders. Nou, ik vind het niet heel erg of zo, maar ja. Ik luister er zelf niet zo snel, maar als ik het hoor, dan denk ik ja. Wat vind je ervan? Nou ja, kijk, het gebeurt in het dagelijks leven, maar het is niet zo dat je daar een liedje op hoeft te maken wat iedereen elk moment van de dag kan horen, denk ik. Ja, ik zou het niet naast mijn ouders of zo luisteren, maar op een feestje of zo kan het wel grappig zijn. Heb je wel eens andere nummers waarvan je denkt, vind ik te heftig? Nee, ik vind dat je alles een beetje met korreltjes zou moeten nemen. Niks vind ik echt te heftig, nee. Want zij wil dus eigenlijk een beetje balans brengen in de muziekwereld, zegt ze zelf. Want er zijn heel veel rappers die dus zingen over lust en zo. En zij zegt, nou, ik wil de balans brengen dus door te zeggen als vrouw, hou je back en bef me. Wat vinden jullie daarvan als jullie dat horen? Ja, dan vind ik het wel oké. Dan vind ik het wel logisch. Ja, een tof initiatief. Moet ze gewoon blijven doen. Ik ga er niet stoppen. Nee. Ja, ik zou het zelf niet echt op die manier zien, maar
Ja. Hoe zie jij het dan? Nee, anders, maar niet... Ja, je zou het zelf niet op die manier aanpakken, denk ik, maar... Okay. Want ik ben het met haar eens wat ze zegt, alleen... Ja, of dit dan het goede moment en het goede idee is om een tegengeluid te geven, weet ik niet. Dat kan ik niet zo goed beoordelen. Ik denk alleen ja, dat het wel... Nou, in ieder geval, we praten er nu over, dus ze heeft wel haar doel bereikt, denk ik. Precies.